Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Avatarlog van Omega Ruby samen met Sander van Gaming SB. Hallo. Hallo. Ik moet meteen tegen de trainer vechten. Dat had ik even niet opgerekend. Ik ga hem echt haten. Hè? Huh? Nee. Ik zat even een beetje te kloot in de intro. Alweer. Ja, heel spacend waarschijnlijk. Deze maar level 6. Oh ja, deze had ik eerder al kunnen doen. Nice. Dan zijn ze allemaal in één keer dood met Dragon Rage. Ah. Ja, ik moet nu ook tegen een Ordis van level 16, dat ik ook denk van ja. Had je nou echt verwacht dat ik dit niet zou kunnen? Precies. Maar ja, dit kun je veel eerder doen, dus dan willen ze niet dat je in één keer dood gaat. Niks. We kunnen hier allebei een Kecleon vangen in deze route. Oké. En in het water kan ik een Carvana vangen als ik de Goodrot heb gehaald. Die kan je in deze route halen. En verder is deze route niet zo heel bijzonder. En we krijgen straks wel een cutscene waar we eerst naartoe moeten, dus dat is wel een beetje jammer. Ai. Dat is minder. Nog een keer takedown. Waarom deed iedereen ineens takedown, jongen? Daar hebben ze zin in. Ik heb de Goodrot gevangen. Oké, mijn camera op dus wel. Oh ja, ik zou buiten de aflevering op even opzoeken welk level ze evalueren. Oh, ik heb toch Serbi bij de hand, dus kan ik wel even doen. Ja, kan ook. Aaron evalueert op level 32. En welke level wil je dan weten? Ja, dan weet ik al dat die andere level 33 waarschijnlijk even weer, maar je kunt hem nog even bij Camerupt opzoeken. Voor zekerheid, maar dat weet ik dan wel vrij zeker. Over wie gaat dat dan? Camerupt, nummer. Oh. Of ik heb het alsnog verkeerd onthouden, dat zul je natuurlijk net zien als ik zeg dat ik het zeker weet. Ja, 33. Ja, ah, phew. Oké, ik kan van alles. Dark is zeker bij fighting, hè? Of bij fire, tribe. Vier natie. Ja. Heb je mijn tweet ook van vanochtend gezien? Ja. Yeah. De pick-up line. Heel mee, jongen. Yeah. Ik heb hem nog nooit eerder gehoord, dus hij was wel uniek. Ja, meer daarover kun je ook niet echt zeggen. Nee. Dat was niet goed of zo, maar. Hoezo reel ik into slow? Ik drukte gewoon op het juiste moment. Onzin. Heb jij al die mannetjes al bevochten? Ik ben aan de overkant van het water. In ieder geval. Oh nee, nou, zover ben ik nog net niet. Nou ja, maar ik ga ook niet vechten tegen mensen van level 16, daar heb je helemaal niks aan. Komt hij nu mee? Ja, dat wist ik niet. Dat had je zelf ook kunnen bedenken. Ja, ik denk elke experience is mooi meegenomen. Maar nee hoor. Oh ja, ik moet wel surf aan Swampert leren, dan heeft hij eigenlijk een goede aanval. Ja, hetzelfde had ik met Gyarados. Oh ja, tuurlijk. Oh, dat is echt chill voor ons. Beide. Mm-hmm. Eindelijk een goede wateraanval. Deze Pokémon mag ik vangen. Je hebt eindelijk een goede wateraanval. Dat is wel chill. Ja, water is deep blue. Doe maar gewoon. Oh, zijn we nu al aan de overkant? Wauw. Ik hou echt van quickballs. Ik vind dat zo nice. Oh, ik heb de Goodrot. Ja, snap ik wel. Trouwens. Als antwoord op je quickballs. Mm-hmm. Is deze Fisherman... Die is toch niet level 16? Dat weet ik niet. Ik ben aan zowat aan de overkant. Denk ik. Dat ik aan de overkant ben. Dat is wel kort. Ja, deze is level 26. Kijk, daar kunnen we iets mee. De cutscene al? Ja, hier begint de cutscene. Steven Stone. Oh, die ken ik.
Daar heb ik wel eens eerder van gehoord. Dat is zo'n Pokémon Champion, toch? Dat klopt, ja. Of is dat in deze game weer niet? Jawel. Je hebt toch ook in 1 is die... Wallace. Champion weer anders. Ja, in Emerald. Dus Wallace de champion. Wat moet ik tegen Gyarados doen, joh? Rock-type natuurlijk. Doe maar trash. Voer maar uit wat je zelf bent. Die heb ik grappig ook al. Ja. Good scene. En Gyarados is neer. Chill. Oh ja, dit horen jullie niet. Het is heel cringe. Oh, hey, ik ben ook bij Steven. Hey, Steven. Ik ken jij van Granite Cave. Ja, zeker ken je mij van Granite Cave. Daar heb ik je gezien namelijk. Wat leuk. Wat leuk. Wat is gewoon? Ja, ik zit tegen Steven te praten. Wat de hel? Wow, Latios. Dit is ook nieuw, of niet? Latias, denk ik. Rode. Ja, Latias. Ja. Ja, Latias, zegt, schreeuwt hij ook. Wat is dit? Moet ik ja doen als hij zegt kom met me mee? Ja. Ja, oké. Okay. Ik had niet eens de keuze, volgens mij. Ik denk, je gaat vast een keuze hebben. Oh, je kunt in deze game toch ook vliegen naar een route, of niet? Ja, op de rug van Latios, ja. Of Latios. Ja. Oh, dit doet me echt denken aan die ene movie. Dat Latios soms een vrouw wordt. Pokémon 5. Was dat? Ja, dat was 5. Ik zat dat te denken van... Volgens mij was dat Pokémon 5, maar dat was niet Hoenn. Jawel. Nee, 5 is Master Quest, dat is nog Johto. Dat was nog met Misty. Ja, oh zo bedoel je. Maar dan heb je 6, dat weet ik eventjes niet meer wat het is. Daarna Jirachi. Jirachi, daarna Deoxys. Jirachi is 6. En daarna Manaphy. Dat klopt. Jirachi. Oh, Jirachi is 6, wat is dan 7? Deoxys. En dan 8. Manaphy. Nee. Want Lucario is Manaphy. Dat weet ik Lucario, zeker. Lucario. Ah. Aha. Oké, okay, ja, nee, dan was dat het foutje. Ja, het is Lucario, Manaphy. 10 is... Giratina, geloof ik. Nee, 10 is Palkia... En die Alga, dat ze in zo'n rare dinges komen. En dat ze die battle doen. Of niet? Nee, volgens mij niet. Je hebt de een met Arceus. Die is redelijk laat. Ja, dat is 13. Mij. Dat is 13. Dat is 13, ja. Dan heb je... Giratina. Dat je hebt Darkrai nog. Je hebt Darkrai nog. Die zit daar nog tussen. Ah, ja. Ik heb nu opeens een Latios in mijn team, dat is niet helemaal de bedoeling. Ja, dat is... Dat moet je dan gewoon niet doen. Metal Sound, nee dankje. Oh, dat betekent dat die level omhoog is. Wacht, betekent dat dat die level 31 of 32 is? Ik heb niet op zitten letten. Oh, leert mijn Marvel eindelijk een Steel-type move? Wat denk je dat het is? Iron Defense. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Kan die wel alle Fairy aanval? Ja, nou, Fairy Wind. Dat is ook niet echt heel goed. Ook de enige Fairy move die ik ken volgens mij. Maar... Ik kan beter Dazzling Gleam hebben of Moon Blast. Oh ja, Moon Blast, ja. Die ken ik ook wel, ja. Nu iets zegt.
Of play rough als je een attack Pokémon hebt in plaats van een special attack. Ja. Play rough is echt een goede aanval. Dat gaan we niet doen. Oké. Okay. Ik ga even snel healen. En eventjes laat die ons uit mijn team halen. Ja, goed plan, goed plan. Ik ben nog tegen die double battle bezig. Met die double battle. Oh, nu niet meer. Nevermind. That escalated quickly. Heeft Steven in deze double battle ook nog meerdere Pokémon's dan alleen de Metagross of? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat vind ik wel raar. Zeg maar, we zitten in een evil team te bevechten. En wat heeft Even? Steven? Die heeft een level 30 Pokémon of zo. Choose een Pokémon? Nee, fuck off. Nee. Je party is cool. Wat? Yep. Nee. Ik wil niet. Huh? Oh, dit moet, denk ik. Denk het ook. Oké. Okay. Deze mag ik niet, dus... Ik noem hem gewoon Latios. Nee. Nee, ik heb een veel slimmer plan. Zo raak ik nooit meer verward. Je gaat hem Latios. Latias. Fuck wel. Ik ben ook zo kut. Maar nu heb ik hem wel voor mijn Swampert gedaan, denk ik. Per ongeluk. Ik heb een horde van Wingles. Oké, cool. Mega Bracelet, ja cool man. Dat is echt kut, gewoon... want mijn Gyarados die heeft Intimidate. En dan moet je op die, zeg maar, op die drop van alle Wingles zitten wachten. Oh. Ah. Nou, oké, okay, ja, dat was ook niet de bedoeling. Normaal had je dat ook. Ja, jawel, met Intimidate wel, maar je hebt heel vaak niet bij abilities dat er veel duidelijker in beeld komt. Volgens mij in nieuwe games. Maar dit was in deze games toch wel duidelijk? Ja, 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 dat zeg ik. In nieuwere games heb je dat veel duidelijker in beeld komt, zeg maar. Zeg maar, in Diamond and Pearl, Intimidate dan is dan even een uitzondering. Maar de meeste abilities komen niet echt in beeld. Als jij Sturdy bijvoorbeeld hebt, dan komt er niet beeld van, oh, hij survived the Sturdy, zeg maar. Oh, echt? Dat is slecht. Mijn niet. Kut, dit wil ik allemaal niet. Oké, wel. Wat? Hoe moet ik naar Pokesen? Ik wil gewoon even gauw die Latias droppen, want ik heb nu geen goede Pokémon bij me. Kut. No. Zijn dit altijd hoortbedden, Tols, die dat hoge gras? Niet altijd, maar wel vaak. Oh. Oh, Seekerleg Spike. Altijd fijn als dat gebeurt. Zeker. Dat heeft Citra wel vaker, maar... Op zich. Ik ben blij dat hij werkt, Citra, echt. Ja, ik ook. Ik vind het ook wel nice. Ik kan hier... Alleen op in dit is kut. Ik kan zo meteen ook nog V-Best vangen, dat is wel nice. Nice. Je hebt ook heel veel ROMs die zijn dan encrypted. Hoe bedoel je? Nou, je hebt ROMs voor de 3DS zijn heel vaak een bepaalde file die de 3DS simulator niet kan lezen. Ja, klopt. DS. Dat wordt ook nog lastig als wij straks X en Y willen gaan spelen, want ik heb er wel één goede. Nee! Wie is er dood? Hallo? Oh, Aaron. Echt? Dat is kut. Big oef. Zeker met die Aggronite in het vizier. Ja. Ik moest tegen Pelipper, maar ik heb hier niks tegen. Oh. Ja, dan maar... Normaal wil.
Ik heb geen rock Pokémon nu meer. Geen Pokémon met rock aanvallen. Oh. Kom op. Payback, ja. Had je dat net niet kunnen doen? Nee. Ah, kut. Oh, dit gaat echt uren duren, jongen. Nu ben ik zalt. Ik merk het. Nu ben ik heel erg salty. Roost. Oh, kut. Ik ga dood. Mag ik speed up, alsjeblieft? Want? Niet snel, slim. Om niet te doen. Nee, zeker niet onder de kans dat je weet. Ja, maar deze Pelipper gaat dan roosten nu, natuurlijk. Echt kut, sorry. Ah, doet roost. Af. Oh, ja, ik moet met Breloom, maar ja, één flying attack en ik ben dood. Echt, oh, deze gast. De volgende gym wordt dan wel lastig voor jou. Ja? Ja, het is een vlieggym. Oh, dat meen je. Nou, nee, maar dan heb ik toch dinges weer terug. Dus dan heb ik mijn dinges weer terug. Mijn Marston, Swampert. Oh ja. Die heeft een rock aanval alleen. Ja, die heb ik nu niet bij me, want ik heb hem per ongeluk. Dat was ook niet de bedoeling. Ik drukte duidelijk op B en ineens was mijn Swampert ineens weg. Ja, gaat die roost, die was echt op 1 HP. Oh, fucking hell. God, hou nou op. Hou nou op. Charity, dat doe ik het ook. Dat doet ook vet veel. Zijn aanval. Kom op, oh ja, als je nu protect en dan gaat hij nu natuurlijk roosten. Ben je blij dat ik geen roost doe? Oh, hè? Nou, mag ook eens een keer. Ik heb een Tropius gevangen. Wat? Ik ben nog niet eens... Ik dacht dat ik bijna bij een dinges was. Na die cutscene. Nee, nog lang niet. Deze route is fucking groot. Jij zei dat je ging... Ja, ik ging even terug. Nee, ik zit vast. Ik ging een Marvel gewoon terug. Ik zit vast. Hoezo? Kutzooi. Swampert heeft surf. Kan je geen andere Pokémon surf leren? Oh, ik kan Latias surf leren. Latios dus. Oké, ik dacht eventjes dat ik vast zat. Dat had ik echt niet leuk gevonden. Dan had ik mezelf echt het graf in... Nou, dan had je gewoon door moeten spelen, zeg slot. Maar. Gewoon, Of ik had even gauw een water... Oh nee, want die... Nee, never mind. Dan had ik die battle dus ook nog niet eens hoeven doen. Nee, dat klopt. Maar. Dat ik best eerst kunnen Swampert terug kunnen halen. Nee, wat doe ik nou? Waar is dit? Fuck. Oh, ik was één te ver. Oké, wie ga ik dan meenemen? Swampert. Ja, dat lijkt me zo. Ja. Dat ik Swampert meeneem. Op zich. Een andere rock Pokémon. Misschien Geodude, ondanks dat die echt kut is nu. Ik doe Latias ook in de doodbox, omdat ik hem natuurlijk niet mag hebben. Heb ik ook gedaan. Oh. Ah,
Oké, daar gaan we weer. Ik ben echt zalt. Mag ik zo'n Sander zalt emote in dat je... Oh, wacht, dat werkt niet op YouTube. Maar die emote bestaat toch ook niet? Nee, dat ook niet. Nee, want ik ben geen affiliate. Ik zou hem kunnen maken, maar... Dat helpt anders nog niet. Want jullie moeten volgen me niet op Twitch, hè? Dat klopt, ja. Allemaal vuile. Vuile mannetjes. Of vrouwtjes. Ja, dat kan ook, maar... Ja. Ordish. Daar heb je ook weer niks aan. Oh, dit is natuurlijk wel slim om Geodude misschien nu te trainen. Je hebt een trainer. Door die Ordish te verslaan. Eén, twee... Dat is de derde. En dat is de vierde. Nou, ik ben bijna aan de beurt, jongens. Oh, ik ben nog niet eens aan de beurt. Ik moet ook nog een ding kiezen. Wacht. Oh, dat doet echt... Amper. Ik had verwacht dat als je Flame Burst deed, dat de mensen die omringd zijn, zeg maar, dat die meer damage kregen. Nou, dat zegt mij niks in ieder geval. Oh, ik dacht wel dat hij een crit had, hij deed veel te veel damage, die bitch. Nou, kijk, bij Flame Burst, dan spatten de vonken er vanaf. Dus ik denk, tegen Ordis, dan zijn ze ook door die vonken wel... gehalveerd qua damage, maar nee. Als je incinerate leert aan iemand, zeg maar, die hit wel alle iedereen, zeg maar. Dat is chill. Die hebben we nog gekregen van Maxi incinerate. Oh nee, die lag beneden onder Maxi. Die moest je oppakken. Die heb ik niet. Dan, denk ik. Die lag onder Maxi? Daar heb ik helemaal niet gezien, jongen. Ja, dat is niet handig. Oh, Lava Plume doet ook iedereen. Oh, dat had ik eerder kunnen moeten weten. Kijk, maar hopen dat Zuko gauw evolueert. Oh. Deze gast is geen vechter. Dat is mooi. Oh, kut. Nog een horde battle. Oh nee, geen horde. Maar wel. Een Tropius. Nice. Die mag je ook vangen. Ja, die heb ik net gevangen. Dat zeg ik net nog tegen je. Oh. Ik was zo druk bezig met die audition. Als dit geen 1 KO is... Oh, het is echt geen 1 KO. Echt derry. Dat was echt dom. Dit is dat hij nog leeft. Maar echt hoor. Nog echt één stap later nog een encounter. En het is een Linone. Oeh, ik had een leg spiky. Ja. Yeah. Ik zat te denken, hè? Back. Ik wil zo bij het water super potions kopen. Dan moet ik zo even terug. Super potions halen. Hoe lang duurt deze route nog? Heel lang. Dit is een hele lange route. Oh. Oh, dan moet ik zo even terug. Maar je kan wel je Pokémon healen halverwege de route bij zo'n huisje. Oh ja, oké. Ja, maar het gaat me meer om healing items. Oké. Die ik moet hebben.
Oh, trouwens, tijdens het trainen. In het begin was ik vergeten dat je. Holy damn, dat deed veel. In het begin was ik vergeten dat je daar dat ene huisje had waar je ook kon healen. Mm-hmm. Dus ik ben toen eerst een paar keer teruggelopen naar de Pokécent en daardoor heb ik een paar keer pearls opgepakt. Dus oh, dat is niet erg. Kan je gewoon die kan gebruiken. Ik verkopen. Mm-hmm. En dan snappen jullie het straks als ik ineens rijk dat daar ben. Zo, nee, is Beautyfly is dood. Joker ook. Leveltje omhoog bedoel ik dan. Niet ook dood, maar... Max Repel. Oké, dat is ook wel fijn, maar... Ja, ik ga toch eerst eventjes... wat van de healing items halen. Hier kan ik Pokémon's in depot zetten, dus dan gaan we dat ook even doen. Mm. Wat? Hoezo kun je Pokémon posten? Omdat ik in dat Weather Center ben. Oh, dat is daar. Ja, dat is inderdaad wel een... Ik wist toch oprecht niet dat we daar waren. Doe maar 15 high potions, ja. Nog wat super potions. Oh, we kunnen ook ultra balls, zie ik. Nou, dan doe ik daar ook maar wat van. Oh, je krijgt hier ook een premier bal als je... Klopt, dat is in de nieuwe games altijd zo. Ah. Stardust? Kun je dat ook? Ja, het is ook goed te verkopen. Ja, ik zie het. Er zijn ook veel monies nice. Voor. Nou, die heb ik dus ook even verkocht. Dus dan hebben jullie gezien dat ik dat verkocht heb, dat het niet ingespand is. Dat kan in deze game volgens mij niet eens, maar goed. Wie weet, wie weet. Waarschijnlijk denk ik dat en dat het toch... Ja, ik denk wel dat het kan. ...lijkt te zijn dat het wel kan en dan... dat het alleen heel lastig is en dat ze denken dat... ...van, ja, weet ik het. Dat wij dat kunnen, maar terwijl we dat helemaal niet kunnen. Ik snap het ook wel, want ik ben natuurlijk heel getalenteerd. Dus ja, dat je dan denkt van, ja, Sander die kan dat wel. Snap ik. Dus, ja, deze tracks zijn echt irritant. Ik denk, nou, die kan ik wel even gauw verslaan. Nee hoor, ze zijn allemaal eerst. Ik doe nog even één battletje en dan kunnen we de aflevering beëindigen. Ze zijn allemaal wel in één keer dood, dat is die fatse. Nee, Geo Girl level 18. Ja, ik druk toch op A. What the fuck? Loopt mijn game vast? Oh, wat? Oké. Forget, Smackdown, is die goed? 50? Ja, ik denk als we trouwens, de aflevering... Een aflevering voordat we de... Flying Gym gaan doen, wil ik wel eventjes trainen. Dat ik mijn Geo Girl. Ja, oké. Okay. We kunnen gewoon nu, zeg maar, de aflevering beëindigen en dan ga je gewoon trainen. Ja, precies. Ja, dus nooit. Ik weet niet hoe lang het is voor dat. Ja, je hebt nog een hele Weather Center en zo, dus. Ja, daarom. We kunnen desnoods ook nog een aflevering als je dat zin hebt. Nou, ik zou gewoon even trainen als ik jou was. Want ik denk dat je ongeveer een kwartiertje bezig bent en dat je dan wel bij de gym bent, zeg maar. Oh ja, nee, oké, dan is het niet handig. Nee. Dan wil ik wel echt mijn Geodude getraind hebben inderdaad.
Bedankt voor het kijken allemaal. Vond je het een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet zeker Sander's kanaal niet te checken in de beschrijving. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.